Voor ons is het een unieke samenwerking, weet je. Het is echt out of the box. Ik denk dat heel veel mensen ook gefronst hebben met de wenkbrauwen. Dat ze zagen van, hey, wat is dit? Nou, de Dutch Masters in combinatie met de Dutch Masters in het Rijksmuseum en de Zwarte Cross. Het is eventjes nadenken, maar als je er dan af en nagedacht hebt en je presenteert het, dan zie je dat je er wel heel veel mensen mee bereikt. En ik denk dat het heel gaaf wordt. Hoe is contact tot stand gekomen tussen u, de Cross en het Rijksmuseum? Tussen de Cross en de Zwarte Cross en onze is dat contact er al een aantal jaar. Hè? Wij helpen al een aantal jaar mee met de officiële Cross-klasses. Dus het contact met name Gijs en met Hendrik-Jan was gewoon prima. En het Rijksmuseum zijn we op een gegeven ogenblik gaan benaderen toen we vorig jaar onze competitie omdoopten in Dutch Masters. En toen dachten we, hey, er is nog ergens iets waar Dutch Masters zijn. Dus laten we eens kijken of ze mee willen werken. En dan blijkt dus ook dat ook zo'n Rijksmuseum gewoon op zoek is naar buiten de Amsterdamse grenzen het museum bekender maken en bij een ander publiek. En dan blijkt 1-1-3 te zijn. Heeft u reacties gekregen vanuit uw leden? Ja, best heel veel. Een enkele negatieve, maar over het algemeen is men echt super, super enthousiast. En je ziet ook dat we gewoon als drie gezamenlijke partijen, dus Rijksmuseum, Zwarte Cross en KNV, bijna 1 miljoen mensen met dat filmpje bereikt hebben. Ja, dat is voor ons ongekende grootte. En waarom zouden mensen bij de Cross moeten gaan kijken in plaats van bij het hoofdpodium? Nou, ik denk niet of-of. Volgens mij is het en-en. Dat maakt ook de Zwarte Cross zo uniek. Dus volgens mij moet je niet kiezen. Maar de grote jongens rijden natuurlijk maar een paar keer in het weekend. Ja, die rijden 2 manches. Hè. Dus die rijden 1 manche op zaterdag en 1 manche op zondag. Dus het publiek wat op zaterdag komt, ziet dezelfde rijders als die op zondag komen. En als je dan 30 minuten plus 2 rondes gezien hebt, nou, dat is heel intensief. En dan kun je daarna weer een biertje drinken en muziek luisteren.